Wie is daar? René. René wie? De andere René. René Carducci. Weet u wel hoe laat het is? 1:17 in de morgen. Goedenavond, René. Goedenavond. Wat wilt u? Heleboel. Bent u dronken? Vanavond niet. Ik kom als oude vriend. Kijk eens hier, beste kerel. Ik sta aan een kamerjas. Dacht u ook niet dat we een en ander beter tot morgen zouden kunnen uitstellen? Nee. Wat is er dan? Vraag me even binnen te komen. Nou goed dan. Komt u binnen. Ziezo. Hoe dikwijls heb ik dat niet bij mezelf gezegd. Je komt aanzetten, je belt, de deur gaat open en dan... Dat wordt zoiets als een lang gekoesterde wens. Wat is er van uw dienst? Oh, wat een toon. U wou net gaan slapen, ik weet het, maar ik geloof niet dat de slaapkamer de meest geschikte plaats is voor een onderhoud. Uw studeerkamer leent zich daar beter toe. Rechtsaf is het niet? Hm? Oh, zomaar mijn intuïtie. Naar u. Biedt u mij wat te drinken aan? Zeer geachte vriend, er zijn grenzen aan het menselijk geduld die mij beter niet kan overschrijden. Ik heb dorst. Goed. Mooi. Sterke drank, bier. Een beetje mineraalwater graag voor mij. Maar u zelf, neemt u iets pittigers? Lijkt het u raadzaam dat ik iets pittigers drink? Ja. Uit een groot glas. Ah. Ja. Mijn dank is oneindig. Nou, en? Wel, op uw gezondheid. Ik dank u. En verder? Zo plotseling, nietwaar? Dat is moeilijk na zoveel jaren. Na zoveel, vele dingen. Kom ik u totaal onbekend voor? Natuurlijk niet. Dat had best gekund. Dat u me niet meer zou kennen. Ik voor mij... Ik herinner me u heel goed. U bent dikker geworden. Ik ben ouder geworden. U ook? Ja, en magerder. Zegt u eens... Wat voor herinnering bewaart u aan mij? Om de waarheid te zeggen, denk ik aan een aardige jongen, zeker. Maar een beetje, wat zal ik zeggen, een beetje heftig naar mijn smaak. Precies. En, wat is er van u geworden, sedert zo lange tijd? Niets opzienbarends. Een man. En dat betreur ik genoeg. Mag ik veronderstellen dat u mij dit vergevorderd uur komt opzoeken... Alleen maar om gemeenschappelijke herinneringen op te halen. Om de waarheid te zeggen, nee. Overigens ligt het helemaal in mijn karakter om graag te willen leven met oude herinneringen. Ik vermoedde dus al dat mijn geheugen betrouwbaarder zou blijken, of laten we zeggen, intenser bevolkt dan het uwe. Hoe gaat het met Gabrielle? Kent u Gabrielle? Ja. Wij hebben elkaar ontmoet toen we nog jong waren. Een enkele keer in de vakantie. Onder de zomerzon. Ach, natuurlijk, dat is zo. Dat was ik vergeten. Het gevolg is geweest dat ik hevig verliefd werd op Gabrielle. Vlak voor jullie huwelijk. Ik had toen juist nogal met financiële moeilijkheden te kampen. Wie heeft dat niet? Is sedertien de fortuin dan niet gekeerd? Zeker wel.
Hoe maakt zij het? Gabrielle maakt het uitstekend. Zij is op het ogenblik naar de wintersport. Met jullie zoontje. En een werkster zorgt zo lang voor het huishouden, elke middag 3 uur. Wel, 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 dat weet u ook. Hebt u misschien mijn werkster vroeger ook gekend? Nee, vroeger niet. En wat is er geworden van al onze vrienden? Onze vrienden? De substituut, Galabrège, Boissineau, de apotheker, Duriage. Ziet u die nog wel eens? Dat wil zeggen bij gelegenheid, als zij eens in Parijs zijn of wanneer ik zelf... De sfeer is daar altijd erg provinciaal gebleven, naar ik heb gehoord. Ja, 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 ja. Lach niet. En is het u nooit gebeurd, in de loop van een ontmoeting met onze vrienden, dat het gesprek kwam op... Nee. U doelt op het misverstand uit onze jeugdjaren. Ja. Maar dat is allemaal voorbij, nietwaar? En het zou niet in me opkomen om u voor de voeten te gooien dat ik door u een paar jaartjes van mijn leven verknoeid heb. Verknoeien we tenslotte niet altijd een beetje ons leven? Want u was het toch niet waar, die... Ik herinner me inderdaad op een hoogst onaangename manier betrokken te zijn geweest bij dat kwade ogenblik in uw bestaan, maar indirect en zonder dat ik ooit de details te weten ben gekomen. Vanzelf. U zult natuurlijk op eenzelfde manier zo dikwijls bij soortgelijke kwaaie ogenblikken betrokken zijn geweest. Inderdaad. Luistert u eens, mijn waarde Carducci. Als het uw bedoeling mocht zijn om mij geld af te persen, dan kan ik u meteen zeggen, nee. Nee. Ik ben op de hoogte van uw financiële moeilijkheden waarin u op dit moment verkeert. U bent op de hoogte waarvan, zegt u? Ik zal er nooit over praten, dan had ik dat al lang kunnen doen. Maar dat soort geldkwesties. Praten over geld op een moment als dit. Ah, nee, nee. Zeg, weet u dat wij elkaar bijna ontmoet hadden? Daar hoor ik van op. Jazeker, verscheidene keren. En wie weet had mij dat de moeite van deze avond misschien bespaard. Het geval wilde dat ik na zoveel jaren, na zoveel nostalgie, opeens het verlangen had de gevoelsbanden weer aan te knopen met wat eigenlijk? Een dagdroom, een illusie, kortom. Maar u weet zelf hoe teleurstellend dat soort ervaringen meestal is. Gabrielle is maar enkele dagen mijn maîtresse geweest. U zou dat misschien maar liever niet geweten hebben voor 1 keer. Wat u daar doet, dat is laag, dat is vuil, dat is schandalig. Schandalig is dat. Ja. Wat nu? Je huilt. Maak dat je wegkomt. Ze noemden ons de 2 René's. Wat verwacht u nou vanavond van mij? Ik had graag gewild dat we heel gewoon jij en jou hadden gezegd. Want wat ik vanavond nodig had, René, dat was een schijntje vriendschap. Je maakt je altijd wijs dat er maar weinig nodig zou zijn om een kwaad vermoeden weg te nemen en je voor een rampzalige daad te behoeden. En dan blijft dat weinige net uit, precies op het moment dat... Nou ja, dat laat zich niet afdwingen. Je bent niets veranderd. Nee. Alleen die vermoeidheid. Te veel gevoel, te veel gevoel. Veracht me maar, Renéetje. Ik ben vanavond gekomen om je vaarwel te zeggen. Dat wil zeggen? Ik geef het op. Vanavond, vannacht. Hoe zal ik het zeggen, neem ik de vlucht. Verdwijn ik. Je bedoelt dat je... Ja. En op mij heb je gerekend om je tegen te houden? Oh, nee. Beste kerel, ik ben meer gewend om met zakenmensen om te gaan. Hun streken heb ik helemaal door. Maar de roerselen van de ziel, die van mijzelf daarbij inbegrepen, dat stelt niks voor, daar kan ik niets van begrijpen. Ik wil je desnoods wel een dienst bewijzen, maar troost, die kan ik je niet geven. Daar vraagt op niemand om.
Ik zal niet zeggen dat de een of andere onhandige poging van jouw kant me niet een ogenblik zou hebben doen aarzelen. Maar wat dan nog? Wat dan verder? Iedere dag opnieuw heeft de narigheid me bij de strot. De hele dag door. Er zou wel een wonder moeten gebeuren om mij weer tot leven te wekken. Alleen al om het te laten willen verder leven. Voor te bestaan. Nee, nee. Het moet afgelopen zijn. Wat wil je dan? Wat kan ik voor je doen? Voel jij niet een vage spijt? Nee. Ik heb slaap. Oh? Nou, je mag mijn gastvrijheid verlenen voor mijn laatste nacht. Ik hou niet van dat soort grapjes. Zou het anders niet heel normaal zijn om bij een oude vriend te sterven? Ach, ik ben te hartstochtelijk, dat is zeker. Dat heeft altijd het verkeerde effect dat het lijkt of ik niet meen wat ik zeg. Vertel me eens. Ik geloof dat jij wel met een vuurwapen overweg kan, is het niet? Ja. Nou, dan moet je eens kijken. Vertel me nou eens of deze revolver bruikbaar is. Bruikbaar genoeg voor mijn doel. Pas op, hij is geladen. Hij ligt goed in de hand, is het niet? Ja. Wat heb je? Niets. Ik glimlach. Ja? Nee, alsjeblieft, laat die kogels erin. Prachtig. Dank je. Nou? Het is een draaglijk wapen. Mooi. Ik wilde je ook nog dit geld terugbetalen. Jawel, dat heb ik nergens meer voor nodig. Bovendien ben ik je dat absoluut schuldig. Jazeker. Lang geleden heb jij me dat toegeschoven, heel discreet. Pas veel later ben ik erachter gekomen door mijn moeder. Ze had me mijn streken vergeven. Oh, ze gaf hoog van jou op. Toen heeft ze me dat verteld. Hè? Met de interest over 20 jaar zijn deze paar duizendjes niet meer dan een terugbetaling. Hè? Neem maar. Als ik mijn informaties mag geloven, zullen ze goed van pas komen in je huidige moeilijkheden. Waar heb je dat geld vandaan? Vanmorgen opgenomen bij mijn bank. Ten gunste van jou. Waarom doe je dat? Om Gabrielle? Nee. Voor jou? Voor jou? Dat begrijp ik niet. Voor opwelling misschien. De laatste paar weken heb ik zoveel uitgegeven als ik maar kon. Onbekommerd. In alle clubs, in alle kroegen waar ik maar een beetje bekend ben. Ik kan een vrolijke snaak zijn, weet je. Dit is alles wat ik over heb. Vooruit, pak aan. Berg op. Berg allemaal op. Maar jij dan? Berg op. Daar. In de la. Wacht. En de sleutel draaien we om. Alsjeblieft. En het sleutel het raam uit. Zie je? Nou kan ik dat geld niet meer terugnemen. Of ik zou de la open moeten breken. Of de hele tafel meenemen. Het is van jou. Geloof je me nou? Ik begrijp het niet. Wat valt er te begrijpen? Wij hadden op deze avond samen een paar oude affaires te regelen. Dat is alles. Ik heb niets anders gedaan dan me voegen naar de wens van jouw telegram. Welk telegram? Kom vanavond bij mij. Na middernacht zullen alleen zijn voor gesprek getekend René. Wat is dat voor onzin? De tekst van dit telegram is telefonisch opgegeven vanuit jouw huis. Via dit toestel. Vanmiddag om 15:20. De telefoondienst kan dat bevestigen. Maar wie heeft dat dan opgegeven? Ik zat op mijn kantoor. Gabrielle brandde van verlangen om ons weer te verzoenen. Maar fijngevoelig als ze is, heeft ze gemeend dat het ons gemakkelijker zou vallen bij haar afwezigheid. En vlak voordat ze met vakantie ging, midden in de haast van de laatste voorbereidingen, is op het idee gekomen mij uit jouw naam dat telegram te sturen. Is dat een idee van haar? Vrouwen zijn van nature beïnvloedbaar. Ideeën en kinderen krijgen ze een beetje op dezelfde manier. Huh? Gabrielle. Zeg iets heel anders. Heb jij nog altijd je fabriek van chemische producten? Ja. Mooi. Dan zal geen mens zich verbazen over die paar zakken ongebluste kalk die straks per vergissing op je woonadres bezorgd zijn. Heb jij die? Ja. Voor één enkel ogenblik ben ik jouw employé geweest en heb jouw orders overgebracht. En die zijn inmiddels uitgevoerd. Voor ik naar boven kwam, heb ik kunnen constateren dat de vrachtwagenchauffeurs de zakken inderdaad op de binnenplaats hebben gezet. Jij bent gekomen om mij te vermoorden. Zou ik na zoveel jaren nu opeens al die moeite doen om je te vermoorden? Oh nee. Toen de haat me werkelijk te pakken had, zat jij maar al te ver weg.
En zonder haat of zonder liefde ben ik niet tot veel bijzonders in staat. En kijk me aan. Zie ik er nog uit als een man die door hartstocht gedreven wordt. Bovendien, wanneer je iemand wilt vermoorden, dan ga je niet zelf de bewijzen van je schuld opstapelen, nietwaar? Jij houdt nog altijd van detective romans, hè? Toen je 18 was, toen zei je al, daar kikker ik zo van op. Verklein Helle. Nou dan, ik ben gekomen om u... om jou een dienst te vragen. Ik wil sterven. En sterven door jouw hand. Vanavond. Maar u bent gek! Nee, een beetje zwaarmoedig. En hoe denkt u mij te dwingen die daad te begaan? Ik wil eigenlijk niet zo ver gaan dat ik je zou dwingen. Het zou zoveel mooier zijn als jij je een beetje liet gaan. U wilt mij laten beschuldigen van moord. U wilt... Zelfmoord met een tussenpersoon. Vergeef me, het is inderdaad grof. Het idee. Lust om te zien hoe jij dan kijkt. En de behoefte om ik weet niet wat te weten. En nog zoveel dingen meer. Zulke slechte dingen. Dat gaat zomaar niet. Ieder zijn eigen zaken. Wat heb ik trouwens te maken met uw conflicten? Dat is belachelijk. Ik zou dus zomaar iemand moeten vermoorden omdat mij dat gevraagd wordt. Omdat hij me dat vraagt, een armzalige idioot. Stom dronken, vol opgekropte ideeën zonder kop of staart. Zomaar stom weg. Nee. Ik laat mij een ogenblik gaan. Ik luister welwillend. Er wordt vriendschappelijk gepraat. Goed. Ik ben nog bereid allerlei vuiligheid aan te horen. Ook dat neem ik nog. Maar dit is niet te geloven. Je kunt beter niet om politieassistentie vragen. Ik heb er straks een brief op de post gedaan waarin ik uiteenzet dat jij mij sinds enige tijd met bedreigingen vervolgt om meer dan één reden. En wat dan nog? Je bent toch niet dood? Ik kan alles wat jij gezegd hebt aan de politie rapporteren. Wat wil je dan rapporteren? Dat je een oude vriend bij je thuis hebt laten komen? Dat individu je heeft willen dwingen op hem te schieten en dat nog steeds wil en dat jij dat niet wilt? Ja. Vraag dan assistentie. Wie van ons tweeën zal me voor gek verslijten als je dat verhaal ophangt en als ik heel kalm zeg dat het niet waar is? Dan lieg ik wel. Dan lieg ik wel tot ze jou tenslotte meenemen, hier vandaan. Maak dat je wegkomt. Leg neer. De vriend aan wie mijn verklarende brief geadresseerd is, heet Robert Boulin. Wat? Ja. Jouw compagnon. Jouw voormalige compagnon. Op de dag dat jij kans gezien hebt dat je op hoogst bedenkelijke wijze van hem te ontdoen, heb ik voor veel geld de originele van enkele compromitterende papieren van hem gekocht. Wat hij voor jou heeft achtergelaten waren de kopieën. Die papieren die zijn voor hem net zo compromitterend als voor mij. Waarom zou hij die aan een derde verkocht hebben? Hij had geen krediet meer en hij had geld nodig. Ik kwam voor hem als geroepen. En wat hebt u ermee gedaan met die papieren? Die draag ik bij me. Gaat u ze aan mij geven? Nee. U gaat ze mij afpakken. Straks. Nee. Nee, dat kan niet waar zijn. Luister, René. Ik ben rottig geweest. Ik heb jou rottig behandeld. Maar nu we het uitgepraat hebben... Nou, alles tussen ons is opgehelderd. Nou zullen we weer met elkaar kunnen opschieten, als vroeger. Net als vroeger, René. Hè? Met elkaar opschieten. Met elkaar opschieten. In welk opzicht? Uit wat voor gemeenschappelijk gevoel? Met wat voor bedoeling? Aan wie heb jij dan al het bewijs geleverd dat je de kracht bezat om levensvreugde te verschaffen? Zeg mij wat in jouw ogen het leven de moeite waard maakt om geleefd te worden. Ga je gang. Overtuig mij. Maak me blij. Laat me zien hoe je in deze wereld gelukkig kunt zijn en ik ga. Nou ja, er zijn zoveel dingen die prettig zijn. En wat kan ik je daarover zeggen? Er zijn mensen, er zijn een heleboel mensen die je zouden kunnen zeggen hoe en waarom een mens leven moet. Ja, leven. Zomaar. Omdat dat nou eenmaal zo moet, begrijp je? Dat moet! Na
Na mijn vertrek kun je 3 dingen doen. Ofwel je brengt volledig verslag uit aan de politie, zoals je daar straks al van plan was. Ofwel je zwicht voor de overmacht van bewijzen die tegen je opgestapeld is. Voor de wanorde van bewijzen die ik opgestapeld heb en dat meer willekeurig dan wel overwogen, geloof dat maar zeker. En je neemt alle verantwoordelijkheid voor de moord op je. Of, derde mogelijkheid, je tracht alle sporen uit te wissen. En in dat geval zul je niets mogen vergeten van alles wat wij vanavond mogelijk hebben aangeroerd. Mij maakt dat allemaal niks uit. Mijn enige zorg is te sterven. En ik moet je bekennen dat ik je nou lang genoeg gezien heb. Ziezo, zeg nou maar ja of nee. Ik doe het. Mooi. Geef mij de revolver. Alsjeblieft. En nu zullen we eens even zien. Mars! René. Voor die revolver ben ik niet bang. Daar heb ik juist om gevraagd. Moet het ervan komen dat wij vechten? Ik kan naar je toe komen. Zo. En je een duwtje geven. Om je hand te laten uitschieten. Wat ik ook doe, of niet doe, het zal niet eenvoudig voor je zijn om je op noodweer te beroepen. Wat een stomzinnige doe, wat een droevige vertoning. Vooruit, schiet! Spring op mijn nek, doe iets! Nee! Nou, geef hier. Dan ga ik die revolver zelf gebruiken. Vlug, Renéetje. De jouwe zit in de linkerlade. Dat wist ik van Gabrielle. Wat is die Gabrielle een kletskous? Het is belachelijk. Nog beter wanneer ik door jouw wapen sterf. Je hebt toch wel een vergunning? Waar zal jij allemaal niet aan moeten denken? Als ik slaap. Nou, ik sta recht voor je. Richt op mijn hart, alsjeblieft. En geen onhandigheden, heb medelijden. Ik bedoel, wees zo vriendelijk. René. Ja. Renéetje. René. Zal ik dan maar schieten? Zeg tegen Gabrielle dat de liefde...